Ga jij binnenkort ergens een presentatie geven en ben je in de voorbereiding daarvan aan het worstelen met de vraag hoe je jouw verhaal nou het beste kunt indelen? Nou, in deze video ga ik je uitleggen aan de hand van een James Bond film hoe je dat het beste kunt doen. Hoe begint een James Bond film? Met spektakel. James zit in de problemen en op de meest bijzondere manier weet hij zich uit die problemen te vechten en uiteindelijk zie je hem dan rustig weglopen. Eigenlijk zit je bij een James Bond film vanaf de eerste minuut direct op het puntje van je stoel. Eigenlijk is dat wat je ook aan het begin van jouw speech moet doen. Je moet ervoor zorgen dat je aan het begin de aandacht weet te krijgen van je publiek. Dat kan door een grap te vertellen, een anekdote te vertellen, een vraag aan de zaal te vertellen. Het hoeft natuurlijk allemaal niet zo spectaculair als hoe James dat doet. Maar zorg ervoor dat je direct aan het begin iets doet waardoor mensen graag naar jou willen gaan luisteren. Nou, nadat James zich uit deze benarde situatie heeft weten te bevrijden, krijgt hij zijn opdracht. Eigenlijk in de 5 of 10 minuten daarna wordt duidelijk welk kwaad er over de wereld dreigt te worden uitgestort. En kortom, met wie James aan de slag moet om dat kwaad af te wenden. If it is the Russians, it could be an effort to raise currency. For covert operations abroad or for payoffs. Either way, we'd better find out what they're up to. Yes, minister. Ook dat kun je direct terugvertalen naar het houden van een speech. Eigenlijk moet je, nadat je die aandacht hebt getrokken van je publiek, gaan duidelijk maken wat nou de kernboodschap is van jouw verhaal. Wat is nou de essentie wat je wil gaan vertellen? Dat is belangrijk, want dan weten mensen hoe ze naar jouw verhaal moeten gaan luisteren. Nou, en nadat James zijn opdracht heeft gekregen, gaat hij op pad. En dan is eigenlijk de rest van de film steeds een afwisseling van spectaculaire scènes, waarin James in gevecht is met de vijand. En die spectaculaire scènes worden steeds afgewisseld met rust. James rijdt door een prachtig landschap. James bestelt zijn drankje, vodka martini, shaken, not stirred. En dan weer ziet James rustig met een mooie vrouw op ook een hele mooie plek. Kortom, daar zit afwisseling. En in een speech is dat eigenlijk precies hetzelfde. Je gaat waarschijnlijk in jouw verhaal bijvoorbeeld een aantal argumenten noemen. Of je wil een aantal punten maken. En nadat je zo'n punt gemaakt hebt, zorg dan dat je daarna wat rust inbouwt door weer een anekdote te vertellen, door wat analyse te geven. Kortom, door je publiek de kans te geven om dat punt wat je hebt gemaakt even te laten bezinken. Net als dat bij James Bond gebeurt, want ook daar is het niet alleen maar spektakel. De afwisseling is heel belangrijk. En dan het slot van de James Bond film. Daarin verslaat James de vijand. Dat is meestal de meest spectaculaire scène van de hele film. En nadat hij dat gedaan heeft, eindigt het altijd met een scène waarin James weer rustig ergens op een eiland zit. En dan weet je eigenlijk dat de aftiteling gaat komen. En dat is ook bij een speech zo. Aan het eind bouw je op naar je conclusie, vertel je nog een keer die kernboodschap, datgene wat je wil meegeven. En daarna zorg je ervoor dat mensen weten wanneer jouw verhaal klaar is. Dat ze weten wanneer ze moeten gaan applaudisseren. Dus hou ook rekening daarmee dat je een goed slot inbouwt in jouw verhaal, waardoor mensen weten het is nu afgelopen. Want dat geeft een prettig gevoel. Ook als je naar een James Bond film kijkt, is het fijn dat op het moment dat jij verwacht, nu komt de aftiteling, dat die dan ook echt komt. Dat geeft aan dat je het verhaal compleet begrepen hebt. Tot zover de tips voor een goede speech aan de hand van James Bond. Ik wens je heel veel succes met de voorbereiding van jouw speech en het kan nooit kwaad om tijdens het schrijven van jouw verhaal een vodka martini te drinken. Heel veel succes!